50 heeft. Nou ja, welkom allemaal. En ik geef een bijzonder burgemeester van der Laan welkom. Die is zo aardig om onze train lodge straks ook te openen. Ja, ik was eigenlijk van plan om in het kort in het wordingsproces van de train lodge te verwoorden vanaf de eerste contacten met de gemeente Amsterdam in al haar diversiteit, maar ik realiseerde halverwege dat het dan met alle hobbels die wij zijn ingekomen wel een heel lang verhaal zou worden. Ja, en zelf zouden we dan ook een plaspauze moeten inlassen om het helemaal compleet te maken eigenlijk. Dus dat hebben we maar niet gedaan. Maar ik weet inmiddels wel heel erg veel over het reilen en zeilen binnen de gemeentelijke organisatie die Amsterdam ook is. Met al haar diensten, omgevingsdiensten, stadsdeelraden en over de wijze waarop ze er ook samenwerken. Ja, en een pluspunt, ik ga het nog even geven, en is dan samenwerking met stadsdeelraad, stadsdeel Nieuw-West. Want die hebben eigenlijk in een vrij korte tijd, hebben die toch iets neergezet, ons geholpen om het nu eigenlijk daar te krijgen waar we staan. Op een hele mooie plek ook. Misschien toch een tip naar de gemeente Amsterdam. In alle verscheidenheid evalueert dit project eens gezamenlijk om ook de leermomenten eruit te halen. Amsterdam wordt er nog aantrekkelijker voor initiatiefnemers, investeerders die niet mainstream projecten hebben. Dit is een, voor wie het niet weet, maar misschien spreek ik nu tegen mensen die het allemaal al lang weten. Maar ik begrijp dat de rijtuigen hebben gereden tussen Zurich en Rome. En dat is natuurlijk, dat spreekt tot mijn verbeelding in ieder geval. Ik ben echt, dan ben ik al bijna weg. Maar goed, de keten houdt mij hier. En dat is ook een groot voordeel, by the way. Jullie hebben wel een lange reis zelf ook meegemaakt. En waar jij dat een beetje chic zegt, vind ik het wel gepast dat ik er iets explicieter over ben. Het is, de overheid is er niet voor zichzelf, maar voor zijn burgers. En moet natuurlijk ook wel allemaal regels hebben om burgers te beschermen tegen andere burgers. Maar dit ding had wel de pech dat het een rijdend ding was. Want daardoor kwam hij in problemen met de horeca en de drank. En had wel een pech dat hij stilstond, want daardoor kwam hij in de problemen met onze ruimtelijke wetgeving. En zo kan ik een tijdje doorgaan en dat hebben jullie allemaal overwonnen. En dat vind ik dus gewoon geweldig. Inrichten wat we willen. Dus kunnen we een fietje met één persoon of kunnen we met twee personen. Op het moment kun je hier maar met z'n tweeën staan. Een kritische zoon. Ja, dat weet ik. En we kunnen, kijk, ze kunnen ook, ja, je kunt heel dicht bij elkaar, maar deze zit een beetje te hoog eigenlijk. Maar je kunt ook de compartimenten open schuiven, zodat mensen met, je kan hier maximaal met 6 man slapen eigenlijk. Ja. Is, maar weet je, we hebben allemaal wel eens in zo'n ding. Ja. Helemaal goed. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Prima. Jee, toch? Dank je wel. Eentje nog naast. Dank je wel.